De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, en haar partner Welding Inspection Services kunnen na maanden van voorbereiding beginnen met een internationaal gecertificeerde en gediplomeerde lasttraining. De opleiding wordt bekostigd door de Staatsolie Foundation for Community Development voor een bedrag van ruim $27.000. 16 jongeren kunnen zich nu kosteloos laten opleiden in lasttechniek. Vandaag is het startsein voor de opleiding gegeven op het hoofdkwartier van de SAO te Geersvliet. Aziz Mohamed Hussein, Manager Projects and Engineering Support, Staatsolie, geeft aan dat met het opleiden van de 16 jongeren er stappen worden gezet in de ontwikkeling rond de veelbesproken oil en gas sector. Ik hoop dat dit heel goed gebruikt wordt. We gaan natuurlijk ook volgen. Dat is de afspraak met de directie van SAO. Ik vind het een heel doeltreffend project, omdat het eerste fase is voor armoedebestrijding. En natuurlijk, als de cursisten succesvol zijn, kunnen ze in de maatschappij een andere baan vinden of bij een bedrijf gaan werken. Of zelf iets opzetten, een eigen bedrijf oprichten. Dus ik denk dat dat Staatsolie dit echt aanmoedigt om zulke projecten in stand te brengen. Ja. Ook een vervolgopleiding kan mogelijk worden geïmplementeerd. Deze mensen zijn nodig voor de toekomstige offshore werkzaamheden in de olieindustrie. SAO-directeur Joyce Lapaar zegt dat haar organisatie veel aan de weg timmert om mensen in de gelegenheid te stellen om gecertificeerde opleidingen te laten volgen. De bedoeling is dat in drie fasen dit project zou moeten worden goedgekeurd. Op dit moment is fase 1 goedgekeurd, waarbij 16 jongeren de gelegenheid krijgen om zich te trainen in lassenmodule 1, SAO-certificaat. En daarbij krijgen ze alles kosteloos. Dus de training, het materiaal, de PPE's en natuurlijk de trainingskosten. De directeur geeft aan dat de SAO het LAS-instituut in Suriname wil worden en met deze opleiding aanzet daartoe wordt gegeven. Het startsein voor de eerste fase van deze LAS-training werd gegeven door AWJ-minister McAndrew.